Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 12 januari. We gaan ons opmaken voor een grijs weekend met ook de nodige regen. Zowel zaterdag als zondag passeert er een storing en dat zorgt voor regen. Vanochtend begint het op de meeste plaatsen nog wel droog, maar vanuit het westen nadert een regenstoring en die brengt dan vooral vanmiddag flinke periode met regen. De temperatuur ligt rond de 7 tot 9 graden en er staat een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. Vanavond is het weer op meer plaatsen droog, maar een enkele bui blijft mogelijk. Ook blijft het vrij zacht met 6 tot 8 graden. De wind die blijft in de westhoek zitten en draait in de loop van de nacht naar het noordwesten. Morgen is er dan ook veel bewolking en zijn er flinke perioden met regen. De wind die trekt verder aan en wordt vrij krachtig tot hard aan zee. Dat is windkracht 7. Ook kunnen er windstoten voorkomen van zo'n 90 km per uur. Al met al een zeer natte zondag. En de dagen na blijft het wisselvallig, hoewel de dinsdag waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog verloopt. De temperatuur ligt zo tussen de 5 en de 7 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijn weekend.